Amar Latour, CEO van Dow Jones, waar de Wall Street Journal onder valt, en MarketWatch en Barron's. Ja. Hoeveel mensen werken hier? 5.500. Ja. En daar bent u de chef van die 5.500? Ja. Ja. Mag u stemmen eigenlijk hier in dit land? Nee, ik ben een green card holder. Ja. En ik heb gewoon een Nederlands paspoort. Een Limburger zonder stemrecht in New York. Toch? Dat is het toch? Ja. Zou u willen stemmen in het proces hier? Of zeg je van, nou, prima, ik heb genoeg invloed via mijn kranten? Ik hou het bij de journalistiek. Toch? Ja. Had u verwacht dat Donald Trump met zo'n overmacht zou winnen? Ik denk dat niemand precieze voorspelling kon maken daarvan. De polls gaven al aan, de peilingen gaven al aan dat het een nauwe race zal worden. Dat er, maar de margin of error was vrij groot. Dus die mogelijkheid dat iemand, een van de twee, sterk zou kunnen winnen, was daar. Mensen hebben mij dat tijdens het verkiezingsseizoen constant gevraagd. En wie gaat er winnen? Wie gaat er winnen? En dat wil men graag weten. Wij voorspellen natuurlijk niet. Maar net hier achter ons is 48th Street. En één anekdote springt eruit. In de tijdspan van 1 week gaf Kamala Harris een interview in het gebouw hier net tegenover. Ja. Bij Sirius XM. En ze kwam naar buiten en er waren allemaal mensen aan het applaudisseren. De 48th Street werd afgezet en flink veel applaus. Een week later komt Trump in ons gebouw en hij loopt ook naar buiten. 48th Street is weer afgesloten. Een enorm publiek, veel louder applaus en veel luidruchtiger en sterker. Zo sterk dat het een meeting hier onderbrak van ons executive team. Dus we liepen allemaal naar het raam. En op dat moment zeiden we van, oh, misschien is de verkiezing nu al besloten. Want voorheen, het lijkt alsof dat natuurlijk alleen maar een anekdote is. Maar 4 jaar geleden, 8 jaar geleden, als Trump door New York kwam, dan werd hij uitgejouwd. En nu was het heel anders. Dus de verschuiving in het land, of je dat nou anekdotisch ziet, of in de statistieken nu van de verkiezingen, of in gesprekken als je door het land reist. Die verschuiving die is toch al een tijd lang aan het plaatsvinden. Wat is de verklaring voor het feit dat Donald Trump zoveel meer stemmen heeft gekregen van onder andere jonge mannen, van jonge zwarte mannen, van Latino's? Ondanks het feit dat hij verwikkeld is in rechtszaken en zelfs hier over 3 weken nog een vonnis van de rechter te horen krijgt. Hoe kan dat? Ja, all politics are local. Dus de stemmers kijken vooral naar hun eigen leven en denken van hoe kan deze kandidaat mij helpen of niet helpen. En wat Trump vrij consequent heeft gedaan is te focussen op de grote issues van Amerika en ook bijvoorbeeld in New York, immigratie. Inflatie en bleef daarop hameren. En tegelijkertijd viel hij de Democraten aan op cultural issues. En dat op de een of andere manier weer klonk bij het electoraat in Amerika. Daar zullen de Democraten nog wel lange tijd over moeten nadenken. Over hoe ze daarop zullen reageren. Het is een gevoel dat er iets mis zit. Maar voor een deel van het land zit er ook echt iets fout. Er is een grote verdeeldheid tussen arm en rijk. Een grote verdeeldheid tussen de coastal states en de soms zogenoemde flyover states. Maar dat was altijd zo in dit land. Er is geen land waar de kloof tussen arm en rijk zo groot is. Waarom heeft dat nu dan de wind in de zeilen gegeven van Donald Trump? Ja, dat is versterkt. Dat is versterkt tijdens COVID. Het is versterkt door inflatie, waar men ook al gaat jouw salaris omhoog. Je ziet wel bij de supermarkt, als je in het Middenwesten woont, dat eieren veel meer kosten dan voorheen. Of dat boodschappen doen duurder is. En dat zijn dan elementen van die vibe session die je voelt in je dagelijkse leven. Jullie hebben in het verleden, de Wall Street Journal, ook grote primeurs gebracht over Donald Trump. Bijvoorbeeld de primeur over verkiezingsfraude.
De fraude die geleid heeft naar de rekeningen naar Stormy Daniels. Ja. Een dame met wie die naar verluid seks heeft gehad en die $150.000 heeft betaald om haar het zwijgen op te leggen. Mm-hmm. Dat is een primeur van de Wall Street Journal. Dat is zo, ja. En dat is onze specialiteit. Ik ben trots op onze verslaggevers en trots op onze newsroom. Voor dat verhaal, voor alle verhalen die we hebben gedaan. En de coverage van deze verkiezingen, die erg moeilijk zijn, mm-hmm. omdat het land zo verdeeld is. Dat onze verslaggevers toch die focus hebben behouden tijdens de hele verkiezingen, daar ben ik zeker trots op. Ja. Hoe belangrijk is neutraliteit voor de Wall Street Journal? Dus we pakken de ene kandidaat net zo hard aan als de ander als er een schandaal is, of het nou Trump is of Harris of Biden, we publiceren. Ja, dat staat hoog in het vaandel. Dus je noemde net het verhaal over president Trump. We hebben ook een verhaal gehad over Biden en zijn leeftijd en de consequenties die zijn leeftijd had op zijn interacties en zijn omgang met andere mensen, met zijn team. Mm. En daar werden we ook heel fel op bekritiseerd. Maar dat bleek uiteindelijk toch een groot probleem voor Biden en voor de Democraten. Er zijn mensen die zeggen, Donald Trump heeft nu gewonnen. En je zult hem voornamelijk nog terugvinden op de golfcourse, want hij heeft nu alles bereikt wat hij hebben wilde. En dan zijn er anderen die zeggen van nee, hij gaat nu echt gas geven en hij zal proberen dit land te veranderen en de wereld te veranderen. Wat denken jullie bij de Wall Street Journal? Ja, nou, we konden al zien bij de voorbereidingen op deze verkiezingen dat Trump en zijn omgeving veel meer hebben geïnvesteerd in het echt voorbereiden op een nieuw kabinet. Hmm. En op policy en op grote ideeën. En ja, dat geeft aan dat er een plan is, dat er een richting is. En dat geeft weer aan dat hij waarschijnlijk meer actief zal zijn dan alleen maar op de golfcourse zal staan. Even over de krant zelf, de Wall Street Journal. Hoe gaat het met de krant? Het gaat uitstekend. We zijn natuurlijk een metaforische krant, want we zijn vooral digitaal. Ik kon hem nergens meer kopen in de stad. Ik heb overgezocht naar een papieren exemplaar. Mensen, het is een reliquie geworden, een papieren krant. Die kun je niet meer vinden. Ja, nou, we hebben nog 600.000 mensen die lezen die papieren krant iedere dag. Maar je kunt hem niet meer op veel plekken kopen. Maar digitaal is where it's at. Ja. Ja, het is alleen ook voor dino's, hè? Voor dinosaurussen die aan de krant is. Hoe groot is de circulatie? Hoeveel abonnees hebben jullie van deze krant? Ja, van deze krant meer dan 3,5 miljoen. En voor Dow Jones, en als je alles bij elkaar optelt, bijna 6 miljoen. Ja. Andere kanten die hebben een endorsement. Die kiezen voor een van beide kandidaten en hebben daar een mooi ronkend commentaar over. Van daarom vinden wij dat onze lezers op die kandidaat moet stemmen. Ja. Jullie doen dat niet bij de Wall Street Journal. Waarom niet? Ja, dat doen we al niet sinds 1928. Dus dat is een traditie van bijna 100 jaar. Ja. Dat zit er echt diep in. De laatste endorsement was van Hoover. Dus misschien speelde dat ook een rol in waarom men destijds daar mee is gestopt. Maar het zit in ons DNA. Ja. De verslaggevers houden zich niet bezig met hun persoonlijke politiek. Wij houden ons daar buiten en we richten ons zuiver op feiten. Ja. Het land is gepolariseerd. Ja. Dat is zo, nog steeds zo, ook na de verkiezingen, ook al is er een nieuwe president die Donald Trump heet. Dat zal zo blijven. Ja. Is dat zorgelijk eigenlijk voor de spanningen die er zijn? Het gaat door families heen. Er was een grote angst voor agressie op straat, dat hebben we nog niet gezien. Nee. Maar het is niet weg, de emotie. Nee, die emotie die is niet weg en dat zal ook niet, waarschijnlijk niet, snel verdwijnen. Dat is toch iets dat er over de afgelopen decennia is ingeslopen. Mm-hmm. Eerst langzaam en toen een stuk sneller en nu is het natuurlijk heel erg fel. Amerika heeft de kracht om zichzelf te herontdekken, om opnieuw te beginnen. En wanneer dat precies zal gebeuren, who knows, maar het zal denk ik niet altijd zo blijven. De komende tijd denk ik dat die verdeling wel nog sterk aanwezig zal zijn. Even over de journalistiek. Ja. Een week geleden zei Donald Trump tijdens een campagnebijeenkomst over journalisten,
But all we have really over here is fake news. En toen wees hij naar het vak waar de krantenjournalisten stonden, de televisiemensen, yeah, die van jullie ook. En hij vervolgde toen, and to get to me, somebody would have to shoot through the fake news, and I don't mind that so much. Dus als iemand mij wil raken, moeten ze door de journalisten heen schieten. En ik zou het eigenlijk niet zo erg vinden. Ja. Wat dacht u toen u dat hoorde? Ja, hier achter mij staat een stapel kranten. Die één voor iedere dag dat een van onze verslaggevers in Rusland gevangen zat. Natuurlijk zijn wij... Evan Gershkovich, ook bekende Nederland, neem ik aan. En, ja. Wij zijn heel sterk voor de free press. Verslaggevers wereldwijd verkeren meer dan ooit in gevaar. Dus belangrijk om de gemoederen zo kalm mogelijk te houden en om verslaggevers hun werk te laten doen zonder bedreiging. Maar dat doet hij niet. Nu president-elect Trump heeft zich heel erg negatief uitgelaten over verslaggevers. En sommige mensen legden dit zelfs uit als, ja, je plakt een target op journalisten. Dat is hartstikke gevaarlijk. Ja, is zo, het dat? Zover wil ik niet gaan, maar het is problematisch als verslaggevers worden aangeduid als fake news bijvoorbeeld. Okay. Dat is een probleem, want wij investeren dag in dag uit al onze energie in het produceren van betrouwbaar nieuws. Yeah. Dus die aantijging dat het allemaal fake news is, is niet op ons van toepassing. Heeft hij autocratische trekjes, president Trump? Als je kijkt naar de eerste 4 jaar van hem, dan is de democratie er toch doorheen gekomen. En dus dat wordt aan de republikeinse zijde vaak naar voren gebracht als er door de democraten wordt gezegd van de democratie komt ten einde. Mm. Dan wordt er aan de andere kant van het politieke spectrum gezegd, ja, het is de eerste keer zonder het einde van de democratie wel tot het einde van de Trump administration gekomen. De lat ligt dan wel laag, hè? Als de uitspraak is van nou, het viel toch wel mee, we hebben nog steeds een democratie. Ja, dat is het argument dat aan de ene kant wordt gemaakt. En aan de andere kant wordt er natuurlijk sterk gewezen naar de problemen die naar voren zouden kunnen komen als je autocratisch te werk gaat. En als je, als dat zo is, dan zullen daar, neem ik aan, ook consequenties voor zijn. Ja. Even nog over die stapel kranten achter u. Hoeveel kranten liggen daar? Hoeveel exemplaren van de Wall Street Journal liggen er op die berg? Ja, hij was daar 410 dagen, geloof ik. Dus minus de weekenden, ja, zoiets. 410 dagen heeft een verslaggever van u vastgezeten op basis van beschuldigingen van spionage, Evan Gershkovich. Valse beschuldigingen. Ja. En veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf in Rusland. Yes. Wat heeft u kunnen doen om hem vrij te krijgen? Nou, daar heeft een klein leger van mensen aan gewerkt, internationaal. En hier in dit bedrijf en bij de Amerikaanse overheid en bij overheden in Polen en andere landen. Alles in gang gezet, alles gedaan wat jullie konden doen? Ja, we hebben zo hard als mogelijk geduwd. Het allerbelangrijkste was om de wereld te laten weten dat dit gaande was. Dit is extreem, hè, wat er is gebeurd in Rusland. Een correspondent van een buitenlandse krant oppakken en in de gevangenis gooien. Absoluut. Het zijn de trekken van een autocraat die zich niets meer aantrekt van welke regels dan ook. Mm. Kan het ook hier gebeuren? Zoiets kan overal gebeuren. Dat moet je als democratie altijd in de gaten houden. Om de rechtstreekse vergelijking te trekken die misschien jij suggereert, daar zijn we niet in Amerika. Maar je moet als land, als democratie, als vrije maatschappij altijd op je hoede zijn, ja, dat zulke dingen kunnen gebeuren. En wat erg belangrijk was in Rusland was, het geval van Evan, om daar over te praten. Het kan altijd gebeuren. Het geeft aan dat de vrije pers, dat de journalistiek kwetsbaar is. Hè? De journalistiek is altijd kwetsbaar, want het gaat om relaties tussen mensen.
Het gaat om vertrouwen. Mm-hmm. Kun je iemand iets zeggen zonder te weten dat een source wordt prijsgegeven, bijvoorbeeld? Dus het is altijd iets gevoeligs en zo gaan we ook hier te werk. Bent u er gerust op dat in dit land deze verworvenheden van de democratie, de vrije pers, de vrije rechtspraak, dat die gegarandeerd zijn en voldoende verankerd, ook als er iemand komt, zoals Donald Trump met heel veel macht nu, die kan benutten op de manier zoals hij dat wil? Ja, nou vooralsnog, onze verslaggevers bewegen zich vrij door Amerika, schrijven wat ze willen, bekritiseren, analytisch de situaties die ze zien. Doen heel doordringend verslag over alle delen van het politieke spectrum. We hebben nog geen grenzen daaraan gezien en zelfs het gebruik van het woord nog is daar niet op toegepast op dit moment. The Wall Street Journal en Barron's en Market Watch zijn allemaal onderdeel van het concern van Rupert Murdoch, de grootste media tycoon in de wereld. Ja. Spreken jullie elkaar wel eens over de koers van de krant of van het bedrijf? Ja, Rupert Murdoch is de chairman emeritus van het bedrijf dat heet News Corp. En in die rol zie ik hem van tijd tot tijd. Ja. Hij is in zijn rol als chairman vervangen door zijn zoon, Lachlan. En die zie ik soms ook. Ja. En dat is meestal op gezette tijden als er een board meeting is of aan het einde van een quarter of dit of dat. Dus we hebben, als we spreken, hebben we het over de gang van zaken bij het bedrijf. Ja. We hebben natuurlijk allemaal gekeken naar de film, televisieserie Succession. Heeft u hem gezien? Ja, natuurlijk. Geënt op de familie Murdoch? Deels. Ja. In de serie wordt er natuurlijk gebeld over de koers van de krant, de artikelen die erin staan. Ja, zo gaat het hier niet. Dat was mijn volgende vraag. Ja, heeft u wel eens een telefoontje gekregen of de hoofdredacteur van de kranten die u bestiert, Wall Street Journal of Barron's, van jongens, jullie maken er een potje van, we gaan die kant op? Nee, zo gaat het hier niet in het werk. Wij hebben journalistieke onafhankelijkheid en dat staat ook in onze code of conduct. We hebben een zogeheten special committee die daar ook naar kijkt van hoe onafhankelijk is jullie journalistiek. Als er problemen zijn, van welke kant dan ook, dan worden die daar naartoe gespeeld. Dus voor ons is het erg belangrijk, maar ook deel van wie we zijn, dat die journalistiek onafhankelijk blijft. Ja.